Ik ben Hanne Jansen en bestuurder bij de RBW Arnhem en Veluwevallei. Ik ben Harry Matsen, ik ben bestuurder bij de RBW Arnhem en Veluwevallei. Omdat zij trouw is gebleven aan haar uitgangspunten. En trouw blijven aan haar uitgangspunten betekent bij de RBW dat zij zich vanaf het eerste moment, begin jaren 90, zich heeft gericht op het begeleiden van cliënten met een psychische diagnose of psychosociale problematiek. Als je het hebt over waarom scoren jullie nou zo goed bij communicatie bottom-up, dan gaat het dus eigenlijk over, is die congruentie van de structuur, nodig dat uit om met elkaar en met het regiohoofd en met de raad van bestuur, want dat is het al, dat is het, meer is er niet, om het daar te hebben over waar je tegenaan loopt of nieuwe ideeën die je hebt. Ja, die uitnodiging is omdat die lijnen zo kort zijn, die is vanzelfsprekend. Je wordt verleid om over je ideeën of je verbetervoorstellen, je wordt verleid om het daarover te hebben. In het teamoverleg of op andere plekken. En volgens mij is dat eenvoudig weg het geheim. Er wordt hier goed nagedacht over wat de professionele attitude zou moeten zijn. Maar ik heb al eerder aangegeven, daar zitten bepaalde waarden achter die je ook heel algemeen in de samenleving zou willen terugzien. Die waarden, daar is een visie, daar is een bedoeling aan gekoppeld begin jaren 90. En die zijn congruent in de organisatie neergezet. En daar gaat het eigenlijk om. En als je het hebt over voorbeeldgedrag, dat betekent dus dat je ook die waarden in je DNA moet hebben. Als je in je systeem hebt zitten dat je redelijk organisch en van nature weet te anticiperen op ontwikkelingen, daarnaast een gezonde bedrijfsvoering hebt, dus ook een financiële buffer voor tegenvallers, heb je twee condities gecreëerd op grond waarvan je altijd in alle rust bewegingen kan maken die gewenst zijn gezien de ontwikkelingen in je omgeving. Dat moet je wel tijdig hebben staan, want dat geeft vertrouwen. Je gaat in de hulpverlening om trots te zijn op je werk. En mensen zijn trots op hun werk. Nou, dat genereert dus heel veel energie. Maar het vraagt dus wel om congruentie in beleid, in aansturing, maar ook in gedrag van de raad van bestuur en de leidinggevende. En daarmee wordt het betrouwbaar. En als het betrouwbaar is, ga je veilig voelen en gaan mensen tot ontwikkeling komen. En dat haalt het goede in mensen boven. Ja, daar geloof ik echt in.